Dit is misschien wel mijn belangrijkste filmpje voor 2023. En ik richt het nogmaals aan de politie. Aan eigenlijk alle mensen die misschien stiekem toch wel, ook al zitten ze bij de NCTV of de AIVD, oren hebben naar wat er speelt allemaal in dit land. En op de achtergrond. Ik heb net een belangrijke geluidsopname beluisterd van een Australiër die nog even vertelt dat het klaar is. Dat het nou onderhand eens een keer bekend moet zijn dat er een enorme child trafficking en organ trafficking plaatsvindt op wereldniveau. En dat gebeurt door mensen die bij regeringen zitten en heel veel mensen die daaronder hangen. Je kunt merken dat het volk het zat begint te worden. Overal lopen tegen muren aan, tegen juridische muren. De machthebbers willen niet luisteren. Machthebbers, ze nemen de macht terwijl ze die feitelijk niet hebben. Het volk heeft de macht. Alleen helaas zijn de meesten nog steeds in coma en hebben ze geen idee wat er allemaal speelt op de wereld, omdat ze last hebben van cognitieve dissonantie. Dus hun waarheid is een soort geloof, een geloofsovertuiging geworden en daar valt met geen speld in te prikken. De leugen is daarnaast zo groot dat hij ook niet te bevatten is, dus dat is ook allemaal begrijpelijk. Maar er zijn inmiddels zoveel mensen die van alles uitgesproken hebben en laten zien hebben. Er zijn honderden, zo niet duizenden filmpjes over alles wat gezegd wordt. Bedrog, de oplichting, hoe wij vreselijk gefraudeerd worden door Den Haag. De Belastingdienst, alle woonstichtingen die letterlijk stichting zijn. Het CJIB. Het houdt niet op. De gemeentes. Mensen, ik doe echt een oproep. De instanties, degene die daar wat te zeggen hebben en die misschien wat snelle verandering kunnen aanbrengen richting Den Haag. Het wordt echt tijd om aan tafel te kruipen met mensen die al heel lang hun kop boven het maaiveld uitsteken. Wij kletsen geen onzin. Alles wat wij zeggen is gebaseerd op feiten. Niet op complotten, het is gebaseerd op feiten. En ik daag iedereen uit om het tegendeel te bewijzen. Hoe dan ook is het tijd dat er actie komt, want alles moet stoppen. Deze zwendel, deze slavernij waar wij met z'n allen in zitten, dat moet echt stoppen. En wat al voorspeld wordt, is dat er straks anarchie gaat komen als er niet heel snel de stekker uit bepaalde dingen getrokken wordt. En ik denk dat mensen geen idee hebben wat dat in gaat houden. De betekenis van anarchie is niet eens per definitie slecht, maar wel dat er een enorme chaos gaat komen. En dat mensen straks, met name degenen die nu nog niks weten, als kippen zonder kop gaan rondrennen en een gevaar worden voor anderen waarschijnlijk. Wij, en dan schaar ik mij onder al die mensen die honderden, zo niet duizenden uren onderzoek gedaan hebben naar alles wat er in deze wereld schort, en dat is nogal wat, wij redden ons wel, maar de rest, daar maak ik me zorgen om. Maar het wordt echt tijd dat er een gesprek gaat komen. En als dat gesprek er niet gaat komen, dan weten jullie nu bij deze, ik heb het nog een keer gezegd, ik post regelmatig filmpjes. De politie ziet deze filmpjes, want ik word daarop geattendeerd dat de politie dit weet. Dus je kunt niet meer schuilen, je verschuilen, achter het zinnetje, ik wist het niet. Ik ben niet geïnformeerd. Dus nogmaals, politie, AIVD, NCTV, als er mensen bij jullie werken die nog wel een moreel kompas hebben en nog enig gezond verstand, neem dan contact op. Want wij kunnen jullie dingen laten zien die jullie waarschijnlijk nog nooit gezien hebben, niet eens het bestaan ervan weten en dat geeft allemaal niks. Of je kunt doorgaan met waar je mee bezig bent, omdat je nu nog even lekker denkt het baantje te kunnen hebben en de centjes. Maar er is zoveel geld op deze wereld, dat kan straks allemaal vrijkomen. En dan hoeven we met z'n allen niet meer te doen wat we nu nog wel moeten. Maar het moet stoppen. Dus, ik zou zeggen, neem dit serieus. En als jullie het niet doen, allemaal prima. Maar dan zullen jullie straks ook de consequenties moeten dragen. En dat kan ook zijn dat jullie moeten rennen voor je leven. Want je kunt ervan uitgaan dat als er straks een chaos komt en het volk komt erachter, dat ze vermoord worden middels die vuile, vieze vaccins. Vaccins,
giftige gentherapie-injecties, waarvan ruimschoots bewezen is dat er al talloze doden zijn, de oversterfte, etc. Ga lekker door, zou ik zeggen. Maar dan kunnen jullie nergens meer heen. Nu kun je het tij nog keren. Dus ik zou zeggen, grijp die kans.